werkelijk waar geen idee. Maar we zitten dus, dit is plot 274. 273 is hier. Dan zou je toch denken dat een van deze huizen het hier moet hebben. Misschien die twee, weet je wel. Die zitten naast elkaar, dat het dan is. 179. Wat? Are you kidding me? Like, hé? Hey? Wacht even hoor. Hier staat toch echt letterlijk 273, right? Letterlijk 273, niet 173. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Mindtopia Pre-Public. We gaan vandaag weer lekker verder. Mocht je er zin in hebben, klik natuurlijk alvast eventjes het duimpje omhoog aan. Bij voorbaat dank. Jullie wouden meer Mindtopia Pre-Public dat ik ook met tuinen bezig ging. Dus we gaan vandaag ook weer lekker verder met een aantal tuinen die wij eventjes onder de hand moeten nemen, onder de schop moeten gaan nemen. Ik weet het mensen. Mensen die direct over achter Duffy, je hebt een tuincenter en je wil dat mensen mooie tuin halen, maar je eigen tuin is een mes. Dat is zeker waar, maar daar moet ik inderdaad nog steeds aanpassen. Ik moet inderdaad hier nog een mooie tuin van maken, maar dat komt de eerstvolgende keer. Beloof ik jullie dat we dit allemaal mooi hebben gemaakt. Wat we vandaag gaan doen is dus een aantal tuinen even op de schop nemen. Wat we ondertussen even doen gaan is naar een tuin die ik recentelijk nog heb aangepast. Dat is namelijk de tuin die hier al staat. Het huis van Dermot is dit. En die wou zijn tuin opgevrolijkt hebben voor 2,5k aan bloemen. En het is in ieder geval leuk geworden. Laat ik het zo zeggen. Hij vindt het zelf leuk. Hij is er tevreden mee. En dit ziet er toch wat vrolijker uit. Het spreekt toch wat meer aan om hier nu naar binnen te gaan. En dan hebben we dus vandaag twee rekeningen. Eentje van Uvo Pilo. Even kijken hoor. Rekening Uvo Piloot Menno. Onkruid weghalen, prijs €450 en dan is het plot 232 en dan hebben we nog een rekening die is van rekening IANII. Onkruid weghalen op twee plots, 270, 271, prijs €800. Zoals jullie kunnen zien, de een is door Chocorone gedaan en de ander is door Jum gedaan, dus ze werken goed mee. Ik heb het geld hier, even kijken of het klopt, 450, dan heb ik in mijn info zitten check. En ik heb hier 800 en dat heb ik hier inderdaad ook bij me. En dit geld wat je hier ziet is van andere tuinen die ik recentelijk nog heb gedaan. Moet ik nog naar de kluis gaan brengen, maar ja, weet je, het gaat als een lopend vuurtje wat dat betreft. En je moet gewoon doorgaan, gewoon bam, bam, bam en... Soms heb je gewoon wat geld op zak. Ik hoop natuurlijk nu niet dat er dan nu in één keer iemand aankomt die zo zegt van... Haha, ik ga je overvallen. Ik weet niet of het kan. Waarschijnlijk wel. Maar weet je, daar gaan we gewoon eventjes niet van uit. We hebben trouwens recentelijk ook nog hier een tuin aangepast. Dat is namelijk deze tuin hier met de rode bloemetjes ervoor. Zie je ook al wel. Kijk, dat ben ik er weer. Ik had hier niet voor gekozen. Dit is wat de persoon zelf wou. Die het wou een rozenbush hebben. Of nou ja, twee. Hè? Want als je er één koopt, krijg je er twee. En één blauwe bloem. Ik had dan toch meer wat in evenwicht gedaan. Als je hiervoor toch al wat leuke iets had gedaan. Dus hier nog wat bloemen erbij. Maar hey, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen keuze, maar heeft in ieder geval rozenbossen besteld. En dat wordt natuurlijk dan mooi netjes bij de deur gezet. Wij moeten nu even op zoek gaan naar de plot 232. En dat moet ergens hier in dit gebied zijn. 225, dit is plot nummer 237. Oeh, dan zijn we denk ik dichtbij. Even kijken, dit is plot 204, 236... Dan is dit plot 235. Ah, we zitten op de goede richting, want we moesten hebben... Nee, niet 270, we moesten hebben 232. Oké, dit is hem ook niet. Dan hebben we hier nog een plot. Dit is een leegstaand huis met groen glas. Dit is plot 233. Ah, kijk eens aan. Dan hebben we hier plot 232. En we gaan of course toch even checken... UFO Piloot Menno, of dit ook echt UFO Piloot Menno zijn plot is. Dus we doen even plot info... En het is inderdaad zijn plot. Dat betekent wij gaan hier dus nu eventjes het onkruid weghalen. Blijkbaar heeft hij die plot gekocht voor 9000, I guess. Dat is een lekker prijsje voor zo'n plot als dit. En dan betaal je nog eens een keertje, even kijken, €450 en is een mooie onkruid ook weg. Nou ja, op dat moment kan dan natuurlijk een bouwbedrijf hier een mooi huis naar keuze gaan laten bouwen. En kan je gewoon lekker bezig gaan. En dan hoop ik natuurlijk dat je natuurlijk nog wel een keer bij me terugkomt om natuurlijk ook bloemen te kopen, wat dan ook. Want dat zou natuurlijk helemaal fijn zijn. Dit is in ieder geval gedaan. We hebben het plot van Menno, om zo maar te zeggen, mooi schoongemaakt. We hebben er wat onkruid van gekregen. Nou, dit gaat ook. Dit gaat linea recta. Natuurlijk gewoon de prullenbak in. Want ja, daar kan ik ook niet veel mee. Maar in ieder geval, het is een mooi schoon plot vergeleken met dit wat ernaast ligt. Ja, ziet er natuurlijk niet uit. Wij gaan nu door naar plot. Even kijken, 270 en 271. Moet ik eventjes gaan kijken welke kant we daarvoor op moeten. Oké, iets met de politie en de auto. Oké, wat hebben we hier allemaal voor plots? Is hier ergens 270 of 250? Want er zit tenminste warm. 219. Oké, daar rechts was dus 230. We zitten hier op 220, 217. Het loopt hier al wel weer op. 221. Maar goed, we waren daar natuurlijk rechts net warmer. Alleen, het was dus niet meer in deze area. Want
Daar hadden we 236 voor mij op zijn hoogst. Dus we moeten hier even gaan doorlopen. Dit is gewoon 208 als ik het goed zeg. Ja, dan zit 207. Oké, dan moeten we sowieso deze kant op. Ja, ik weet ook niet alles uit mijn hoofd, mensen, waar elk plot zich of course bevindt. Ik heb niet een map, dadelijk is die daarboven. Dat zou ook wat zijn, hé. Even kijken, 202, dat wordt steeds minder hier. Ik wacht nog steeds tot Lars een keer bij me langskomt om zijn grote dierenwinkel aan te pakken. Maar hey, het is natuurlijk zijn geld, dus dat moet je helemaal zelf gaan weten. 244, nice. Wat hebben we hier? Dit is 245, 48. Oké, okay, één ding weten we zeker. We moeten die kant op en niet daar naar boven, want het loopt vanaf daar tot en met hier op. Dus lijkt me niet dat daarboven dan een keer 270 en 71 zit. Dus wij kunnen door deze kant. Dit is 2... Oh, wacht even. Dit is plot 274. Wat? Wat hebben we hier dan? Dit is plot 50. Dan moeten we deze kant op, I guess. Eigenlijk heeft hij dit hele grote plot opgedeeld in twee plotten. Ik heb werkelijk waar geen idee. Maar dit is plot 274. 273 is hier. Dan zou je toch denken dat een van deze huizen het hier moet hebben. Misschien die twee, weet je wel. Die zitten naast elkaar, dat het dan is. 179. Wat? Are you kidding me? Like, hé? Hey? Wacht even hoor. Hier staat toch echt letterlijk 273, right? Letterlijk 273, niet 173. 273. En dan ren ik hier naartoe. Want dit is 274. Dan ren ik hier naartoe. En dan hebben we hier in één keer bijna 180. Die is dat dit 180. What the fuck? Oké. Maar we hadden hier net wel weer 250 of zo, toch? Ik snap helemaal niks van deze nummering. 175, wat hebben we hier? 253. En dit is dan 200 wat? Ook 253. Oké, dan hebben we hier 161. Nou, ik vind deze nummering maar raar hoor. Ik bedoel, we hebben daar gewoon letterlijk 274, 273. Dan denk ik 180 en hier weer 250. Like, bruh, what's going on? En hier ben ik weer 264, bruh. What the fuck is dit voor nummering? I don't get it anymore. 273, of 63, 262, die loopt alleen maar weer af. Dan hebben we hier Marnix huis natuurlijk. Dit is niet Marnix huis, want of in ieder geval niet Marnix en plotnummer. Wat is dit voor plotnummer? Dit is 265, 200 en 66, 67, oh, oké, we zitten nu goed. 66, 68, 69. En dan hebben we hier plot 270, ook. Oh. En 271. Nice. En we moeten even checken. Plot 270 en plot 271. We hebben het gevonden. Doe even plot info op beide plekken. Plot info. Hoppatee. Dit is inderdaad van iAnyI. En deze is van iAnyI. Mooi zo. Er is hier in ieder geval voor betaald voor alle twee. 400 per plot. Dus wij gaan dus eventjes netjes schoonmaken. Er is wel één ding natuurlijk, als er ook al bloemen opstaan die je natuurlijk bij mij kan kopen. En er is niet aangegeven dat die mensen die willen behouden. In dit geval zit hier een rode roos en een kanariegele anjer. Die worden ook gewoon meegenomen en die zullen ook gewoon worden vernietigd om zo maar te zeggen. Dus ja, dat is natuurlijk zonde voor mensen die het op een plot hebben staan. Maar de mensen die het op een plot hebben, die kunnen aanvragen van... Goh, stel iemand twee plot hebben, ik wil die rode roos er wel bij houden. Dan kan ik die eventjes verpoten natuurlijk in een pot. En dan wordt dat gedaan. Maar zolang dat niet bij ze vermeld staat, wordt het gewoon op het onthoofd en gaat het gewoon mee met mij. En dan gaan we dat zo meteen eens eventjes wegbrengen. Want ja, weet je, ik kan er niks mee. Dat gaat anders dood als we het niet meteen terug in de grond zetten. Zo, dit pot wordt ook alweer snel mooi schoon. Veel onkruid komt eraf, zeg. Jeetje. Als we wel wat meer geld voor mogen vragen, zeg. Kom op, zeg. Maar goed, twee schone plots. Zoals ik zie, inmiddels 13 stukken onkruid. We hebben er wat gele anjers van gekregen. En we hebben er een rode roos van gekregen. Deze plot hebben we in ieder geval allemaal mooi schoongemaakt. Nogmaals, de nummering. Ik heb werkelijk waar geen idee wie er over de nummering gaat van de plots. Ik weet wel dat die persoon dronken was die het heeft gedaan. Want er zit hier letterlijk geen logica in. Laten we eerlijk zijn. Er zit hier gewoon letterlijk 0,0 logica in. Hoe nou weer een plots werken van... we doen hier 270. Flikken we daar in één keer 180 neer. Wat? Of nee, 274 dan ook goed. Maar je snapt wat ik bedoel. Gewoon letterlijk... Weet je, bijna 100 verschillen in de straat achter elkaar. Nou ja, ik weet niet hoe die nummering is gedaan, maar de logica is hier wel ver te zoeken. We gaan even naar een prullenbak toe om de spullen weg te flikkeren, om zo maar te zeggen. Heel cru gezegd, want ja, wat ik zei, het is voor mij ook onkruid en ik kan er niks mee. Ik heb het weggehaald. Hier zie je trouwens wel een voorbeeld. Deze mensen wouden dus dat hier de bloemen als het goed is bleven staan en daarom staan daar gewoon een keer random bloemen. Geldt ook voor dit hier. Ze wouden gewoon dat het bleef staan. Geen enkel probleem.
dan staat het gewoon random daar in je pot. Kan allemaal, mag allemaal. En ja, dan doen we dat natuurlijk gewoon. Terwijl we ondertussen nu naar de bank rennen. Want voor zover ik weet, dat had een prullenbak in de buurt. Of daarbinnen of erbij. Ik meende me te herinneren dat hier altijd een prullenbak was. Maar zo zie je maar weer dat ook ik blijkbaar me kan vergissen over een prullenbak. Goed, we hebben hier geen prullenbak. Dan moet ik het waarschijnlijk naar de vuilstort gaan brengen. Maar dat doen we dan wel een andere keer. Want ja, ik dacht dat ik hier een prullenbak had. Maar dat is dus allemaal is weg. Waarschijnlijk heeft de gemeente gewoon niet genoeg geld om dat allemaal te kunnen doen. En dan hebben ze ook helemaal niks voor. Nou ja, goed, dan niet, weet je. Dan zijn we lekker terug in het o zo mooie tuincentrum. Gaan even het geld in de kist duwen. Hoppatee. Dat gaat hier namelijk in. Dit boekje kan hierbij, die mag daarbij. En het geld doen we even zo. Hop, hop, hop. Op zich kan ik ook gewoon hierbij zetten, hoor. Dat maakt op zich. Dan doe ik het eigenlijk gewoon niet meteen. Dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. We kunnen het gewoon hierbij zetten. Zolang we de rekeningen wat dat betreft maar gewoon allemaal hierin hebben. Dan, dan weet ik tenminste waar het geld vandaan kwam. Het tuinafvraag deur maar hierin, hoppatee. En van die 1000 euro heb ik geen boekje. Maar dat is mondeling gedaan hier bij de kassa zelf. Maar dat is ook allemaal weer netjes gedaan. Aangezien we natuurlijk nu toch wat onkruid nog hebben. Ik douw het nu voor nu maar eventjes hierin. En dan ruim ik het een andere keer wel op. Want ja, maar dat is niet handig. Dit is niet handig. Ik moet het gewoon bij me invouwen. Anders gaat dadelijk door de war. Nee, dit moeten we hier houden en dit gaat wel goed komen. Voor nu mensen, bedank ik jullie in ieder geval weer enorm voor het kijken naar deze aflevering van Mindtopia. Mocht je het leuk hebben gevonden, vergeet niet even te liken, te reageren, te abonneren. En ik hoop jullie allemaal de volgende keer weer te zien bij een nieuwe video. Later mensen.